Yo, hallo kijkers! Welkom terug, jongetjes en meisjes, vriendjes en vriendinnetjes. Oké. Ik was hier gisteren aan het bouwen, maar ik had eventjes geen zin meer, want ik had tekort aan bouwgrondstoffen en zo. Maar ik ga jullie eventjes laten zien, want mijn huis is verplaatst. Want de hertog die kwam in één keer naar mij toe, een beetje agressief en zo, maar we hebben het uitgepraat, dus maakt niet uit. Maar die was een beetje boos, want hij kwam naar mij toe en hij was al aan het dreigen met het slopen van mijn huis. En ik dacht van, what the fuck dude, als jij mijn huis sloopt, ik rage quit meteen de server hoor. En ik had mijn huis hier staan, zoals jullie wisten. Kijk hier. Hier stond mijn huis, op deze plek. Deze plek stond mijn huis. En blijkbaar had hij mij al zien bouwen toen het huis nog niet af was. Hij zei dat hij toen was van een beetje, hij dacht van oké, ik laat hem bouwen en dan zie ik het wel. En uiteindelijk had ik het afgebouwd, zei hij. En toen, I don't know, toen dacht ik van oké. En uiteindelijk was ik online en toen wou ik verder gaan aan het interieur van mijn huis en zo. En toen, wat was het? En toen kwam hij naar mij toe en toen zei hij van, waarom heb je een huis gebouwd? Wie ben jij? Ik was van, oké, ik ben hier samen met de koning naartoe gelopen. En hij zei van, Tom, hier mag jij je huis bouwen en lekker bouwen wat je wil. Dus ik was van, yes, chill man. Maar hij had het blijkbaar niet doorverteld aan de hertog van hiervan. Maar ja, en hij vond mijn huis niet mooi, omdat het anders was. Omdat ik blokjes anders had geplaatst. Maar, that's me, dude. Want, weet je, dit vind ik zo koulo lelijk. Niet de huisjes. De huisjes zijn prima op zich. Het is gewoon een basic huis wat je ziet. Dit is gewoon een template, eigenlijk. En die wordt dan 10 keer zo kopiëren, plak. En dat vind ik niet mooi. Dat vind ik heel lelijk. Wat ik mooi vind, gaan we eventjes naar mijn huis toe. Verwachten. Maar de meningen mogen ook verschillen. Hè? Het is goed dat meningen verschillen. Niet iedereen dezelfde mening heeft. Maar ik vind het mooier als je gewoon kijkt hoe random dit is. En hij vond het niet mooi dat ik bijvoorbeeld dit had gedaan. Dit ziet er gek uit. En dit. En dit is anders. Allemaal zoals hij had gedaan. Hij wil het allemaal. Die hertog wil het allemaal precies hetzelfde hebben. Ieder huis moet precies hetzelfde zijn. Alleen maar, kijk, dan heb je het huis staat zo. En dan staat het huis zo. En dat vind ik niet mooi. Ik wil gewoon, je gaat gewoon wat, hoe ik ben qua bouwen. Kijk, oké, waar willen we een huis bouwen? Hier willen we een huis bouwen. In feite wat ik doe is gewoon, oké, ik wil ongeveer deze grootte. En dan pleur je gewoon wat blokken neer. En dan ga je een huis bouwen. Niet, ik vind het niet mooi als je zo gaat bouwen van, oké, hier heb ik mijn huis. Zodat je dan zo gaat doen. Zo. En dan ga je zo een huis bouwen. Dit vind ik echt fucking lelijk. Kijk, zo'n vierkantje. Oké, hier ga ik mijn huis in bouwen. En dit vind ik gewoon tering lelijk. Maar ja, that's me. Ik denk ook dat een beetje de meer gevorderde builders dat ook wel hebben. Dat ze het mooier vinden om gewoon random een vorm neer te flikkeren. Dan dat je echt met rechthoeken gaat werken en vierkanten en zo. Ik vind het echt 10 keer mooier. En dat is niet dat ik nu zijn huizen af wil kraken. Maar dat is gewoon wat ik vind. En ja, ik ben blijkbaar een andere builder als meneertje Hertog. Maar ja, ik ben nu ook bezig met een aanbouw. Want ik was aan het denken, ik wil iets aan mijn huis zetten. En wat ga ik dan aan mijn huis zetten? Dus toen dacht ik van, ik wil een stukje aanbouw. Dus dat heb ik ook heel random neergezet. Ik vind hoe meer random, hoe mooier het is. En ook hierboven. Hierboven heb ik het wel nog. De eerste etage, hoe je noemt, is verdieping. Die is wel nog basic, hoe het hoort te zijn. Volgens zijn huizen die hij gekopieerd en plakt heeft. Ja, kijk, dit is ook wel redelijk hetzelfde. Alleen dit hier. Ik vind het juist mooi, want weet je, ik denk zo. Ik wil een kingdom. In een kingdom, dat is gewoon een koninkrijk. En in een koninkrijk, weet je, die huizen. Uiteindelijk brokkelt er ook wel een keer de steen af. Ook in real life, als je gewoon een huis hebt. En er is een aardbeving of zo. Uiteindelijk heb je gewoon dikke scheuren in huizen. En dat heb je ook in real life. Waarschijnlijk ook in jouw huis. En dat vind ik gewoon mooi. Dat je je huis zo maakt dat hij niet voor altijd gloedje nieuw blijft. Maar dat hij ook een keer een beetje kapot gaat. En daardoor, kijk, hier, dit zit totaal anders. En hier ook, dit zit ook totaal anders. Dit is wel gewoon standaard. Dus dat is gewoon een dingetje van mij. Ik vind het heel mooi om huizen zo random mogelijk te maken. Ook hier daarboven. Ik had die twee dingen, die en die, die had ik ook naast elkaar kunnen zetten. Heel standaard. Maar ik dacht, als ik nou hier neerzet en hier, dat ziet er totaal anders uit. En ook die vensterbank. Hier heb ik hem lager gezet als daar. En dat geeft mij al een heel ander gevoel, een heel andere indruk van een huisje.
Dus that's me. En als ik Fly had, maar dan moet ik weer een ding gaan kopen, daar heb ik geen zin in. Als ik Fly had, dan had ik het huis nog veel meer random gemaakt. En ook nog een schoorsteen erop gezet. Maar dat is heel naar als je dat schoorsteen alles zo random mogelijk wil maken. Als je steeds omhoog moet bouwen en je ziet het niet goed. Want je moet van een afstand kijken van hoe ziet het eruit. En dat is gewoon heel lastig als je telkens dirt towers moet maken. Dus daar heb ik geen zin in. Dus nu heb ik alleen waar je bij kan, heb ik een random gemaakt. Maar ja, dat vooraf. En uiteindelijk kwam Staf, ze vroegen zo van aan Staf van, hey, kun je misschien het huis niet world editen, van dat die van die plek hierin wordt gezet. Anders, ja, anders bouwden ze samen met mij, met z'n drieën, bouwden ze het huis afbreken. En dan moest ik weer een nieuwe maken. En daar had ik eigenlijk op dat moment vrij weinig zin in. Nou, achteraf boeit me dat niet heel veel. Maar ja, ik had net een huis staan, ik wil ook verder. En nu ben ik lekker mijn aanbouw aan het maken. En misschien komt hier een klein farmpje omheen. Maar ik vind het wel jammer, want ik zit nu buiten de muur, dus ik ben een beetje onbeveiligd of zo. En trouwens, er ook een dingetje is. Hier komt de nieuwe troonzaal. En dit heb ik niet zo gemaakt en niet zo gepland. Want kijk wat ze hebben gedaan. Ze hebben een heel fucking gat gemaakt. Hoe gaan ze dit ooit oplossen? Vraag niet aan mij. Dit is niet mijn hertogdom. Maar ik wens je heel veel succes om dit netjes weg te werken. Want het dak zit eigenlijk aan de hoogte van de grond daar. Dus het is net of de hele gebouw de grond is ingezakt. Maar ja, dat is niet mijn ding, dus ja. Ik had het never nooit zo gedaan. Je moet gewoon bouwen op hoe de grond is. En je moet niet een heel stuk in gaan minen, zodat je een plat recht stuk krijgt. Dan moet je gewoon op een flat world gaan bouwen. En niet gaan bouwen op een normale Minecraft map. Maar ja, dat is mijn mening, hè. Dat zijn allemaal meningen. Allemaal meningen en zo. En wat tegen mij gezegd werd, van, of gecomment werd onder de video. Hoe lang ben ik nu hier over aan lullen? Al 6 minuutjes. Wat tegen mij werd gezegd onder de video van, Tom, ga eens een keer naar de hoofdstad en laat die zien aan mensen. Dus, wat gaan we vandaag doen? Ik ga eventjes klikken op / kaaspan. Is het kaaspan toch? Oeh, er wordt geteleporteerd over 3 seconden. Beweeg niet. Wow, it's lava. Nu lijkt het net of we hier lava zijn. Wat is dit? Ik ga even hier kijken. Volgens mij ben ik hier nog nooit geweest of wel? In het begin wel. Oh, dit is denk ik de troonzaal. Oh. Waarom lijkt die nou? Ik heb geen lijk. Dit is denk ik de troonzaal. Een beetje Java-achtige troonzaal. Als ik dit in real life zou zien, zo glas met daaronder een gat of zo, zou ik echt heel scared worden. Oh. Ik ben blij dat villagers? Waar zit hier villagers? En wat is dit? Wat is dit? Als iemand van het kingdom kan commenten wat dit stukje hier is. Want dit snap ik niet. Is dit een stoel? Geen idee. Maar, oh, hier zijn tronen. Hier zijn kleine tronen. Maar hoe kom je dan bij die grote troon? Dat is onhandig. Maar oké. Oké. En dan kun je lava hoor ik. Oké, geen secret entrance achter de troon. Op zich is dit wel nice gedaan. Willen jullie mijn mening horen? Ik had het niet zo gedaan, want kijk. Vuur, hout. Hout, vuur. Hout plus vuur is een grotere vuur. Dus dit is niet wat ik had gedaan. Ik had hier een stenen hek neergezet. Maar ja, ik probeer realistisch te bouwen en zo te zijn. Dus ik had dit zelf nooit gedaan, want ik ben die realistische man, snap je? Ik ben die realistische man. Oh, hier moet je erop. Oké. Nou ja, dit is wel ik weet niet, het is oh, dit is wel een zieke. Ik vind het dak wel enorm mooi. Het dak vind ik enorm mooi. Dat wel. Oké, en we kunnen hier nog omhoog. We kunnen hier omhoog. En guys, het is geen ik ben niet nu mijn eigen kingdom af aan het kraken. Dus ik geef gewoon mijn mening. Wat is dit dan? Zijn er nu 1001 stoelen of zijn het pilaartjes? Oh, hier kan je gewoon naar boven. Oké. Enigszins zo grappig gedaan. Wat is dit? Is dit stone? Oké, dit vind ik op zich wel mooi dat je hier naar boven kan. Maar het lijkt net of je hier nu 1000 stoelen hebt staan. Oké, fancy. Dit is wel fancy gedaan op zich. Op zich vind ik dit wel fancy gedaan. Jawel. Dit vind ik wel mooi gedaan. Dit hierboven is vind ik wel echt episch. En dat snap ik ook wel. Dit is gewoon realistisch. Ja, die dingen die hangen daar ook echt. Ja, dit is gewoon realistisch. Dit geloof ik wel. Even kijken, gaan we naar beneden. Alleen dit is ook wel een beetje gevaarlijk. Hè? Kijk, dan don je zo naar beneden. Dat is niet handig. Dat is niet handig, guys. Daar moet een hekkie. Een hekkie. Laten we even naar boven lopen. Naar boven. En dan is hier de hoofdstad. Pa, 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 pa. What the fuck is dit?
Regels en taken binnen Vordal. Regels en taken. Enkel hertog en koning passen dit aan. 1. Niet in andere hun huizen gaan. 2. Geen stuff uit andermans huizen pakken. 3. Geen stuff uit chesten pakken met een naam op. Luister naar de mensen die boven je staan. Ik wil best luisteren naar mensen die boven me staan, maar als ze poep praten, dan ga ik er niet naar luisteren. Dan denk ik eerder daar. Taken, gear upgraden, hout hakken, minen, iron die je veel nodig, gebouwen afmaken, de verhoging afmaken, verhogingen, muren versterken en nether fixen, destroyer. Ik heb geen idee wat een destroyer is. Als iemand me dat kan uitleggen, dan let me know. Ik ben trouwens gevraagd om op deze server te komen door een oud Kingdom lid van mij. Thijs. En ik wil naar beneden. Is hier ook een trap naar beneden of zo? Nee, hier niet. En die had mij een keer gevraagd van, hey, kom je joinen? Dus dat is wel geinig. En volgens mij ben ik ook vanavond uitgenodigd. Als het goed is, upload ik deze video vandaag. Maar ben ik vanavond ook uitgenodigd voor iemand anders, volgens mij, bij een opening te zijn. Dus ik ga kijken of ik dat misschien ga streamen of niet. Maar daar komen jullie nog wel vanzelf wel achter. Oh nee, ik heb volgens mij een gesprek met de owner. Maar volgens mij nog niet meer. Nee. Volgens mij alleen een gesprek. Geen opening nog. Ik krijg ook wel best vaak de vraag van mensen. Hey, kom je mijn server joinen? Voor de mensen die de vorige video trouwens niet hebben gezien van Brawl Stars, ook vandaag geüpload. Ik heb mijn shirt omhoog gedaan omdat ik gisteren een tattoo heb laten zetten. Je ziet nu, hij is niet helemaal af zoals je ziet. Je ziet het hoofd van een vogel en je ziet de maan er bovenuit steken en een beetje de veren en zo. Maar hij is dus nieuw en er zit allemaal zalf op natuurlijk, omdat hij goed moet genezen. En daarom heb ik mijn shirt omhoog gedaan. Wat is dit dan weer? Is dit de rode zone? Club Valhalla. Mag dit wel? Geen idee. We gaan even naar de seksclub. Seksclub, lekker seksen. Oké. Oh, dit is echt een discoclub. Zet even een dikke disco muziek eronder. Editor, ik zelf. Wow. Hier kan je drankjes halen ofzo, dit is de bar. Oh, hier is de uitgang. Kan ik hier naar binnen? Oh, hier. Even achter de bar. Yo, wat wil je drinken, broer? Nee, wat wil je drinken? We hebben alleen maar Heineken. We hebben alleen maar slootwater. Nee, grapje. Wat vind ik het lekkerste bier? Ik denk Erdinger. Dat is Duitse Weissbier. En ook wel de Jupila vind ik ook wel lekker. Maar ik ben niet zo'n bierpersoon. Ik ben meer van de zoete drankjes. Aha! Oké, als die club open is, dan... ATM. Lol, dit is niet echt medieval, jongens. Dit is niet echt medieval. Ze hebben hier een pinautomaat. Een ATM. En hier kun je dan paaldansen. Ik weet niet wat hier gaande is, maar guys, dit is absoluut niet medieval. What the fuck is going on? What the fuck gebeurt hier? Heb je ook nog... Nee. Oh my god. Ze spelen echt te veel GTA. Dit is echt zo typisch wat je in GTA hebt. Dan ga je zo zitten. En dan komt er zo'n wijf dan. En dan mocht je er toch niet aanraken. Anders had je de club uitgegooid, toch? Zoiets was dat. Maar oké, een beetje. Ik ben blij dat er geen bedden staan. Ik ben echt blij dat er geen bedden staan. Maar het kan nog altijd, hè. Is dit de... Oh, dit is de douche. Zit er ook lingerie setjes in of zo? Oh, hier kunnen de dames slapen. En waar gaat dit dan heen? Dit is echt heel apart, guys. Ik weet niet wat de fuck er aan de hand is in dit kingdom, maar... ATM's en stripclubs, what the fuck. Ik ben blij dat er nog geen hoerenclub hier is. Oh, wow. En dan kunnen ze hier eruit sneaken of zo. What the fuck. What the actual fuck, man. Yo, wat doe jij hier? Hallo? Volgens mij mogen hier geen ondooide dieren. Huisje Vortex. Ik mag huisjes niet in, blijkbaar, van anderen. Dus dat is wel jammer. Even kijken, we hebben hier een kraan met boomstammen. Er wordt heel veel al gebouwd, zie ik. Maar volgens mij hebben we lang niet zoveel mensen. Ik heb ook echt zo'n dingetje van dat ik eigenlijk alleen maar wil bouwen voor het aantal mensen wat we hebben. En niet dat ik huge steden wil maken zonder dat ik überhaupt daar de mensen voor heb. Want anders bouw je dikke steden en zijn 9 van de 10 huizen niet bewoond omdat je maar net 10 mensen hebt ofzo. Nou ja, ik ga gewoon open en eerlijk mijn mening geven over alles wat ik zie. Dus zie het niet op als iets negatiefs of zo. Het is gewoon hoe ik dingen zie en wat ik ervan vind. En wat is dit? Waarom hebben ze een cirkel gemaakt? Komt hier nog een kraan? Kijk, dit schip vind ik wel vet. Het is echt een beetje medieval stijl. En dan zit je hier met die paddles en dan roei.
roeien. En dan staat hier achter iemand staat er met zo'n dikke trommel. Zo doem, doem, doem. Snap je? Een beetje Viking-serie-achtig. Maar dat vind ik wel een beetje raar. Kijk, ik vind die boten die zo dun zijn, vind ik een beetje... Dat ziet er gek uit. Het is net... Ik weet niet. Die ziet er gewoon normaal uit. En die ook wel normaal. Die ook wel normaal. Maar ik had wel die masten met die zeilen had ik wel iets aangepast. Zodat ze niet allemaal hetzelfde lijken. En dan had ik het nog vetter gevonden. Zijn er vroeger steden geweest van Vikingen die echt zo ver waren? Die echt forten hadden van steen? Zijn er ooit Vikingen geweest die zo ver waren? Ik weet het niet. Volgens mij was het toch allemaal hout en... Zo, ik weet het echt niet. Ik moet een keer opzoeken. Maar zover ik wist, waren de Vikingen niet zo ver. Ik ga dat daar ook wel even opzoeken, gewoon uit eigen interesse, omdat ik het wel interessant vind. Maar ik weet niet zeker of dat al zo was, of die al zo ver waren vroeger. In de tijd van de Vikingen. Vikingen, wat is het? Want dit ziet er echt uit als een huge ass modifying, weet ik veel wat voor stad. Maar ja, zover iedere Netflix film, serie of wat dan ook die ik heb gezien, waren de Vikingen nooit zo ver. Hadden ze altijd van die kleine visdorpjes en zo, hadden ze wel wat boten. Maar ja, het is ook moeilijk om kleine boten te maken in Minecraft van Vikingen. Want de boten van de Vikingen, die waren over het algemeen helemaal niet zo groot. Er gingen dan ik weet niet, gingen er toch wel een stuk of 10, 20 man op volgens mij. Maar ze waren helemaal niet groot. Het waren geen slagschepen of zo. Het enige wat ze ook meenamen was een aantal paarden, wat beesten. Als ze dan naar Engeland gingen of zo om daar te blijven. Maar ja, wel raar. Je ziet wel waar de mensen in het kingdom hun aandacht vooral aan besteden. Stripclubs, boten zie ik wel. En ook heel veel huizen. En een beetje je Nava-achtige troonzaal. En hier hebben we een kleine... Oké. Oh, daar heeft pas nog iemand de beesten geschoren. Wat was dat trouwens voor geluid? Je hoorde een... Wat is dit? Wat was dat voor geluid? Is dat een skeleton horse? Is dat een skeleton horse? Hè? Wat de heck gromt daar? Is dat een skeleton horse? Als ik horse denk, dan denk ik weer aan die Mogol. Horsefighter. Horsefighter. Amor, fire. Zit hier beneden dan een... Waar zit hij dan? Dit is een wolf, of niet? Dat is een wolf volgens mij. Zit hier beneden dan? Dat is een untamed wolf, denk ik. Ik heb echt geen idee. Hierachter of zo. Waarom is hij zo agressief, man? Dat klinkt tering hard. Ik wou net zeggen, want er zitten toch geen... er zitten geen vossen of zo. Is dit alles? Is dit alles, guys? Je hebt er heel veel huizen. Je hebt hier de haven, heb ik gezien. Wat heb ik nog niet laten zien? Ik heb hier de stripclub. Medieval stripclubs, you know. Wat is dit? Is dit de mine? Realdeer. Musu. Dit is de mine. De mines zijn meestal niet spannend. Wat staat erop? Mine of... Vardor. En dit is... Waar zijn we nu? Oh, dit is een markt of zo. Dit is best wel cozy. Lampen moet je alleen wat hoger hangen voor time, guys. Want anders stoot je je hoofd er tegenaan. Oké, hier hebben ze een watertje. Super random plek. Wat is hier dan? Oh, what the fuck? Je strepen in de lucht, man. What the heck? Even kijken. Waar gaat dit heen? Ja, dag. Schiet me op iemand anders, ja? Ga niet op mij schieten nu. Ik dacht, je zit een ladder of zo. Doe eens even normaal, jongen. Nee. Hou eens even op met schieten. Ja, ik vind dat helemaal niet leuk. Daarachter, wat is daar nog? Maar volgens mij heb ik alles laten zien. Let me know, guys, van het kingdom. Laat me even weten of ik alles heb laten zien. Laten zien. Wat is hier nog? Zijn dat beacons? Zijn dat beacons? Oh, jezus. Oké, brug. Hier is het rode. Hier zijn de rode huizen of zo. Waarom? Iemand van voren, kan je me uitleggen waarom zijn deze daken groen en waarom zijn die daken rood? Is het een bepaalde wijk, een bepaalde buurt? Hoe zit het? En hier eindigt dan een beetje het koninkrijk. En dit is een weg of zo. Iemand heeft hier een weg gebouwd. What the fuck? What the fuck is dit? Goh, zo bouw je geen weg. Kijk al die honden daar. Wow.
Maar oké, ik weet niet helemaal wat er hier overal gebeurt. Ik zet even IP in de beschrijving, linkje van de Discord en zo zet ik ook al even in de beschrijving voor de mensen die lekker willen joinen. En dan kun je lekker komen joinen, lekker spelen op deze server. Ja, ja, lekker, lekker. Ik vind trouwens die mothership, de flagship, zo noem je dat, het hoofdschip eigenlijk, vind ik wel episch. Ik wil die nog eventjes zien. Misschien kan ik er een thumbnail hiervan maken. Thumbnail, ik wil thumbnail. Geef mij thumbnail. Ribbenen. Mijn benen gaan eraan. Is er ijs in het water dat ik makkelijk kan? Oh, wow, wow, wow. Wow, look at this, boys. Look at this. It's... Ja, er is ijs. Yes. Ik kan waarschijnlijk een dikke thumbnail maken voordat ik dood ga. Een dikke thumbnail. Lol, ze hebben echt heel veel verschillende boten gebruikt. Wauw, waarom zitten de bricks? Oké, guys, oké. Ze hebben echt, volgens mij zijn dit niet zelf ontworpen boten. Volgens mij zijn deze best wel genakt van andere mensen. Oké, even thumbnail maken. Doe zo, hats flats. Thumbnail op je bats. Kijk, dan doen we F2 toch? Kijk, hier heb je ook wat staan. Misschien kan ik er wel opgaan om dan een betere foto te maken. Dit wordt volgens mij de gate of zo. De gate. Kijk, zo kunnen we een beetje van de vloot een mooie foto maken. Nice. Nicely done. Oké, wat vinden jullie trouwens nou van mijn skin? Iemand zei al, ik mis je oude skin, Tom. Ik had net een nieuwe skin. Ze missen nu de oude skin. Maar ja, let me know. Ik vond het wel heel gezellig met jullie. Ja. Oh, dit is ook wel mooi. Kijk, sta je zo. Wauw, het is super mooi. Wauw. Oké. Guys, bedankt voor het kijken naar deze video. Leuk dat je keek. Like even deze video als je het een epische video vond. Reageer ook zeker even onder de video. Ik heb een aantal dingen gevraagd in de video. Lekker reageren. En dan wil ik jullie vragen om te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Klik dan even op de abonneerknop. En vergeet dan ook zeker niet mijn belletje te klikken. Want stel, ik, Tom, ik upload een nieuwe video. Dan krijg jij een melding van, pop. Tom heeft een nieuwe video geüpload. En dan kun jij als eerste meteen de video gaan bekijken. En meteen de video gaan liken. En natuurlijk een leuke reactie achterlaten. Met iets leuks. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Leuk dat je kijkt. En dan zie ik jullie snel terug bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Yo, bedankt voor het kijken. En ciao, hè. Fijn weekend. Bye, bye.